naam is Sebastiaan van Kuik. Ik ben de marketingmanager bij de Affordable Artfair in Amsterdam. Kunst inspireert mij, het ontroert mij en ik moet er soms ook wel om lachen. Mijn naam is Elisabeth Kleinveld. Ik ben kunstenares en zakenvrouw. En ik maak kunst omdat het helpt mij om dingen te verwerken die actueel zijn, zoals toen orkaan Katrina mijn staat heeft verwoest. Ik kom uit New Orleans. En na 18 maanden dat heb ik een nieuwe serie gemaakt, wat je achter mij ziet, om nou weer zeg maar de dingen die mooi zijn in het leven te kunnen zien. My name is Paul Matthews. I'm the director of the Affordable Art Fair in Amsterdam. I think art should be for everyone, and that's why we created the Affordable Art Fair in order to bring art in contact with a wider range of people. Wat is kunst voor mij? Kunst is ja, eigenlijk vrijheid, en zowel voor de kunstgenieter als de kunstenaar. Omdat je in principe met kunst kan uiten wat je op dat moment voelt of wilt uitstralen. Ik ben Milan Kehatu. Ik werk in de IT security. Kunst is voor mij belangrijk. Kunst kan me rustig maken, maar ook heel vrolijk. Ik zie kunst overal. Ik kom het overal tegen. Ik zie het op straat, bij me thuis, in musea. Ik zou niet kunnen zonder kunst. Kunst is voor mij heel belangrijk, want een leven zonder kunst is eigenlijk maar saai. Mijn naam is Jacqueline Arends en ik ben art consultant bij Kunsthuis Leiden. En kunst is voor mij voornamelijk emotie. Mijn naam is Charlotte van Adrichem en ik ben student economie. Kunst is voor mij erg belangrijk omdat het mij op een bepaalde manier terug kan laten denken aan dingen die ik heb meegemaakt of aan mooie herinneringen kan laten denken. En dat gevoel weer helemaal kan oproepen en daarom is het erg belangrijk voor mij. Ik ben Pieter de Groot, ik ben al 5 jaar uitgever van de Kunstgids Amsterdam. En kunst speelt voor mij een centrale rol in mijn leven, waarmee ik met dit mooie boekje het met iedereen wil delen.